Die dag, op 15 augustus 96, vinden de speurders niet alleen Laetitia de Lee levend terug, maar ook Sabine Dardenne, die was al sinds 28 mei vermist. Hey YouTube vrienden en welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Jordi. Ken je me nog niet? Heb je nog niet geabonneerd? Abonneer even. Vandaag een bijzonder verhaal, een bijzonder huis. Niet wat jullie anders van mij gewend zijn. Het bezoeken van verlaten ziekenhuizen, huizen, scholen, noem maar op, wat dan ook. Nee, vandaag een bezoek aan een verlaten huis. Maar niet zomaar een huis. Een huis met een heel treurig verhaal. Als de buren verhalen konden vertellen, was het geen mooi verhaal geweest. Het huis van Marc Dutroux hebben we het hier over. Een seriemoordenaar en verkrachter uit de jaren 80. Daarvoor, daarna was hij al bezig, dus geen fijne vent. In 2004 is Marc Dutroux opgepakt voor het verkrachten, het moorden, het gijzelen, handel in illegale goederen en wat dan nog niet meer hij allemaal gedaan heeft. Hij heeft levenslang gekregen en alles wat ik hiervoor opnoemde, dat is dan ook maar goed ook. 6 meisjes hebben bij hem vastgezeten. En daar is hij nu veroordeeld voor levenslang. 2 hebben daarvan overleefd. Eentje heeft er 80 dagen gezeten en die andere heeft er 9 dagen gezeten. Wij waren toevallig in de buurt van dit huis en we wouden gewoon even een kijkje nemen hoe het daar eruit zag aan de voorkant. Niet beseffende dat we er ook echt in zouden. Of nou ja, ik alleen. Ik laat je nu even een plaatje zien, een filmpje van hoe wij naar boven zijn geklommen. Hoe ik naar boven ben geklommen. Iemand moest dat vasthouden. Ik wou eigenlijk niet naar binnen, wil ik even gezegd hebben, maar er ging iets door mijn hoofd van, ja, dit verhaal is zo bekend. De hele wereld heeft erover geschreven. Hoe gek zou het zijn dat je hier gewoon zomaar naar binnen kan? Ik dacht van, dat kan niet. Dat hebben ze gewoon goed afgesloten, dat wordt gewoon goed beveiligd. Zit misschien alarm op, een camerasysteem, noem maar op. Niks van alles, dat is waar. Ik vind het super slecht van de overheid van België, van de gemeente of wie er dan ook over gaat. Een verhaal wat zo erg is dat je daar gewoon zo naar binnen kan lopen. Gewoon Jan en Alleban. Ik ga zo even zeggen wat wij met de locatie gedaan hebben. Of in ieder geval de toegang tot de locatie. Dat zeg ik even aan het einde van de video. Maar ik heb deze video opgenomen als een gewone vlog. Niet wetende, ik wist wel wat het verhaal een beetje was. Dat er een kelder was, dat er een kindje had gezeten. Maar na meer onderzoek vond ik het niet chill om het zo uit te zenden als een normale urbex video. Dus ik dacht, ik ga maar even een voorwoordje doen. Ik ga de gemeente even aanspreken wat ik net heb gedaan. Van, jongens, dit is niet oké. Scherm dat pad gewoon goed af of gooi het weg, sloop het. Waarom staat het eigenlijk nog overeind? Maar wat ik wou zeggen in ieder geval. De locatie kan je gewoon zo naar binnen. Ik heb het gefilmd als een normale locatie. Maar ja, achteraf vond ik dat niet chill. Ja, die beelden heb ik nou gewoon eenmaal toen zo gemaakt. Dus laten we daar nu naar gaan kijken. Vandaag een beetje een emotionele geladen video. Ik ben heel erg zenuwachtig. Ik ben alleen in het huis. Ik moest een heel vervelend trappetje op om hier te komen via het dak. Dus Jelle staat beneden nog te wachten. Dit is het huis van, nou ja, zoals jullie misschien in de titel zagen, Marc Dutroux. Als ik het goed uitspreek. Hier in dit huis heeft hij kinderen in de kelder opgeborgen en ja, misbruikt en alles wat je er anders mee kan bedenken. Ja, dit is zijn huis en ik wou er eens een keer inkijken. Ja, hoort het misschien aan mijn stem, mensen die me kennen. Ik vind het heel spannend. Jelle belde, ja, die staat beneden en die vroeg, ja, ik wil mee, maar ik kan niet. Ik ga de camera draaien en ja, ik denk dat ik gewoon meteen rechtstreeks naar de kelder ga. Kijken waar die kinderen gezeten hebben. Hier is een soort slaapkamer geweest. Met een stapelbed. Hier is de hoofdslaapkamer geweest. Kasten, alles zo helemaal verrot en vies. Zo, dit is ook niet. Kijk dan, jongens. Hier. Oh, als dit misgaat, ga je liggen meteen in die kelder. Oh, ik sta op een rotte tafel.
Dit is niet normaal eng. Hier is de kelder, daar ga ik zo heen. Dit is gewoon het huis van Mark de Troe geweest. Ik moest hier boven de luchtkoepel deze hele muur beklimmen. Dit is de voorkant van het huis. Het woongedeelte waar meneer woonde. Met allemaal krantartikels. Hier zo. Ja, ik ga de kelder maar in, jongens. Het is niet anders. Ik ben helemaal alleen, hè. Ik vind het helemaal niks aan. Oh, het is niet heel hoog hier. Oh, hier nog een hele put naar beneden. Oh, kijk dan, jongens. Nee, bah. Hier is er gewoon een kindje in opgesloten. Kijk dan dat hij een bedje gelegen heeft. Oh, ik loop ook gewoon zo deze ruimte in. Nee, dit vind ik niks. Oeba. Zo. En deze hele plaat van beton, die zat daarvoor. Kijk, die scharnieren. Die zaten hierin. Oh, jongens. Nee, dit zijn andere ruimtes. Is er maar één ruimte? Ik dacht dat het altijd meer was. Oké. Ik ga hier even bij langs. Nee, dit is ook iets geks. Maar goed, kijk dan. Helemaal van beton, helemaal ervoor gemaakt. Als een soort ja, plankenrek ding. Sorry als ik het heel slecht film. Ik ben heel zenuwachtig. Nou ja, niet heel zenuwachtig, maar het is gewoon gek om hier te staan. Het is gewoon een gek verhaal. Vreselijk. Maar ik ga weer weg hier, want ik vind het helemaal niet leuk. En dat het dan dichtgemaakt was. Gadverdamme. Gadverdamme. Ik vind het heel bijzonder om te zien. Heel indrukwekkend. Dat ik dit ja, in mijn eentje doe momenteel. Maar. Ja, heel erg over dit. Je hoort als ik heel stil ben. Ik hoor buiten de weg. De straat. Dus ik vraag me dan af, ja, is dat kind nooit gehoord? Is er, heeft niemand het ooit eens opgemerkt? Ik denk het niet, want als je buiten bent, dan, kijk, hier zit stil als ik stil ben. Alleen, ja, buiten dan hoor je de trein die langs rijdt, dan hoor je de auto's, dus buiten hoor je het gewoon niet. Dit hoor je buiten niet. Ik ga hier weg. Ik ga nog even mooie beelden van de voorkant maken, zodat jullie ook zien hoe het huis er van de voorkant uitziet. Ik ben ook nog even op de bovenverdieping. Het begint buitengewoon weer donker te worden en ik sta in een huis van een serieverkrachte moordenaar, wat het dan ook geweest is. Ik ga heel snel weer naar buiten. Er rijdt momenteel een trein voorbij, maar dit is de voorkant. Ja, en hieronder het huis zit de kelder. Ze hebben een mooi soort van versierd, maar goed, dan nog. Het is een bijzonder verhaal, jongens. Dat was de video en we staan hier weer buiten in Nederland. Het voorwoordje en het nawoordje eigenlijk ja, aan jullie te vertellen. Hij heeft momenteel levenslang en dat is ook goed. Als je zag in zo'n klein hokje in een kelder. Ja, mensen horen je niet als je binnen zit en jij zit te roepen of naar buiten. Het verhaal is iets anders. Kan ik heel veel over vertellen, maar ik wil het eigenlijk niet te veel over deze man hebben. Ik wil meer even een punt maken voor de gemeente, voor de overheid, voor de politie daar. Ga er wat mee doen, jongens. Scherm het af. Sloop het. Doe er wat mee. Wij hebben in ieder geval het kastje wat je zag op de video voordat de video er was. En het laddertje hebben we op het platte dak gegooid.
ja, ik noem het laddertje, het was een soort bloemenrek, hebben wij op het dak gegooid. De kast hebben we in elkaar getrapt, zodat er zo min mogelijk mensen naar dit vreselijke huis kunnen. Je kan ervoor, erin, ja, wordt lastig. Het is een hele steile muur, dan moet je al met een ladder door de straat gaan slepen, bij wijze van spreken. Maar dat gaat gewoon daar enorm opvallen, want er zitten huizen om, een trein loopt er langs. Dus ja, ik zou het gewoon laten en niet doen. Er zijn plannen voor het huis te slopen. Ik hoop dat dat snel gebeurt. De plannen wat ze er nu mee willen is dat ze een park willen maken. Nou ja, in een park spelen vrolijke kinderen. Maar het lijkt me niet heel chill om dat daar te plaatsen, een park. Want wat daar met kinderen gebeurd is, is een heel raar idee dat daar bovenop, hè, boven de grond, dat daar spelende kinderen, blije kinderen rondlopen. Dat lijkt me niet dat dat zo hoort. Dus nogmaals, gemeente, overheid, ga er wat mee doen. Dit is niet tof. Ik heb dit verhaal gemaakt gewoon uit nieuwsgierigheid. Kan je hier naar binnen? Kan je hier een kijkje nemen wat er hier gebeurd is? En ja, dat kan. Vind ik dat super slecht? Ja. Heb ik toen de juiste keuze gemaakt om naar binnen te gaan? Nee. Ik had achteraf misschien niet naar binnen moeten gaan. Maar ja, dat is achteraf gesproken. Toch wil ik het uitzenden en jullie een beetje informatie geven over wie was Mark de Dutroux. Geen fijne vent. En ik hoop dat hij nog jaren mag rotten in de bias. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Volgende week hopelijk gewoon weer een hele leuke video. Een verlaten gebouw, ziekenhuis of... Er staan nog heel veel leuke dingen op de planning. Voor nu dit treurige verhaal. En ik zeg bedankt voor het kijken en check jullie later.